Maar mensen die niet bij de uitvaart geweest zijn, die denken van ja, waar is het nou hier? En ja, er is hier niet een loketje die zegt van nou, daar is het. Want dit is een natuurbegraafplaats en dat verschilt best van een normale begraafplaats. Wim Kerkhoff, met zijn toepasselijke naam, is bedrijfsleider bij begraafplaats en crematorium Hofwijk. Hij kan ons goed uitleggen wat het verschil is. Toch, Wim? Nou, het verschil is de woordspeling dat wij een hele grote begraafplaats hebben. Waarop we katholieke grafvakken hebben, we hebben een islamitisch grafvak, we hebben kindergraven, we hebben de reguliere graven en we hebben het natuurgedeelte. En dat alles tezamen, dat heet de begraafplaats Hofwijk. Kijk, dit is het natuurgedeelte en dan zie je allemaal vlakjes. Dan zal ik het uitscrollen en dan zie je steeds groter de nummers en ieder groen vlakje is een vrij graf. En dat gaan we met de GPS-schotel, leggen we dat vast. En dat is dus omdat je daar geen graven aan rijtjes met bordjes hebt, maar je zit daar in het gras, in de vrije natuur. En die gekleurde vlakjes, dat zijn graven die in gebruik zijn of die al gereserveerd zijn door mensen. En dit is het hele gebied. Er zijn vandaag rondleidingen specifiek voor ons natuurgedeelte, omdat dat iets nieuws is sinds 2019. En steeds meer mensen hebben aandacht voor de natuur en willen op een andere wijze, dus op een natuurlijke wijze, gaan begraven. Nou kijk, hier zie je dus ook een heel veld. En dan zie je daar in de verte een boomschijfje liggen. Hier zo vlak voor ons. En dat zijn allemaal locaties waar al mensen begraven zijn. Maar Wim, wat als ik als bezoeker kom en geen idee heb waar iemand ligt? Wat dan? Dan hebben we daar in het publicatiebord de QR-code. En als je die even contact met je mobiele telefoon, dan kom je op de grafzoeker. En dan is het helemaal niet zo moeilijk om hier in dit open natuurgebied een graflocatie te vinden. De QR-code is een heel handig hulpmiddel. Oké, en waar moet ik dan aan denken als ik een plekje wil op de natuurbegraafplaats? Dan moet je goed nadenken dat je dus niet aan een paadje komt te liggen, een grindpaadje. Dat je naderhand een mooie gedenksteen ziet met strakke rijtjes, met strakke hagen. Je ziet achter op het natuurgedeelte wildgras, bomen. Je ziet grazende schapen. En als grafbedekking hebben we een boomschijf van hout. Laatste vraag, Wim. Is er genoeg plek in de toekomst? Die ruimte die is er zeker dat we in totaal misschien wel een gebied van 10 hectare in de verre toekomst kunnen gebruiken. Nou, dan spreek je over zomaar een 3.000, 4.000 plekken extra nog.